Pak Kermit, let's go. En... Yo kijkers, mijn naam is Dan en welkom een nieuwe video van WWE 2022. Het is zeg maar worstelen, maar dan super fake, waar mensen op elkaar springen, elkaar uit de ring gooien, in het publiek vliegen. Daar is dus een game van. Laten we maar meteen op play drukken. Ik ga niet heel veel uitleggen, we gaan letterlijk gewoon plezier maken. We hebben Nikado, Avocado, Patrick Ster, Peter Griffin, Shrek... 6ix9ine. Ja, we gaan even John Cena kiezen. Ik ga voor mijn eerste potje even John Cena. Hier, John Cena, the man. Kicker versus kicker. Kicker versus kicker. Kermit, you're gonna get smoked. Oh, hij pakt me nu al beet. Hij pakt me nu al beet. Wow, hij gaat me nu al slepen. Yo, agressief Kermit, maar je bent maar een skinny guy. Zo. Zag je daar wat Kermit deed? Oh, wat gaat hij doen? Hij gaat de ladder pakken. Ik moet even inkomen. Hier. Ik doe twee puntjes. Oh. Ik pak zijn hoofdbeet. Hoppa. Oh. Kermit is going down. Hier, check dit. Oh. Zo zag je die dodge. Wat? Ik dodgede letterlijk. En ik sloeg hem daarna, maar daarna had hij me weer. Kermit is een snelle boy. Oh, Kermit is echt heel erg snel. Ik word echt ingemaakt. Ik had deze game heel erg geoefend en ik was er best wel goed in. Maar ja, oh, check dit. Ja hoor, ja, nu gaat Kermit down. Ik ga nu geen fouten meer maken. Hier, we gaan op de ring springen. We jumpen. Oh shit, ik miste. Wat? Hoe miste ik? Oké, dat was heel raar. Ja, pak Kermit. Let's go. En... Voor de mensen die het niet weten, boven de arena hangt een tas. Slaan. Sorry, ik moet eventjes concentreren. Hier, we doen eventjes dit. Ik haal zijn schouder uit de kom. Je ziet het alleen even niet door die ladder. Maar wat dus de bedoeling is er hangt een tas boven de ring, een koffer. En die moet je pakken door middel van de ladder. Ik kon trouwens al de ladder beklimmen. Wat ben ik aan het doen? Ik ben vergeten dat we ladder aan het spelen zijn. Oh, dat faalde heel erg. Ik wilde van de touw afspringen. Oh, wacht. Kermit gaat al voor de koffer. Oh, crap. Yo, ik pak hem. Yo, dit is echt een intense fight. Check dit. Oh, hij heeft mij. Nee. Hij pakt me. Oh, ik kon niet meer dodgen. Yo, Kermit is echt heel erg snel. Het is heel moeilijk om iets tegen hem te doen. Ja, go. Hoe miste dat? Oh, wat? Wat is dit? Ik pak die ladder van hem af. Hier, we zetten even de ladder op. Oh. Ja. Kijk het publiek. Here we go. Dat was pijnlijk. Let's go. John Cena. Hier, check dit. John Cena. Oh, crap. Hij heeft mijn finisher gedodged. Hoppa. Oh, hij heeft mij weer gedodged. Ik heb hem weer gedodged. Dit is zo'n intense fight. Oh, check dit. Hier. Let's go. Zal ik mijn signature doen? Yo, de John Cena signature. Yo, check dit. Yo. Wat doet hij? Oké, ja, hij stunt. Yo, we hebben dit potje gewonnen. Oh nee, dit heb ik zo vaak, hè. Dan probeer ik die ladder te pakken. Oké, zet die ladder op. Hij is al bijna niet meer stunt. Nee. John Cena, dit kan je toch niet maken? Oké. Oh, nee. Hij heeft me gedodged. Oh. Nee. Wat doet hij? Kermit was een soort vogel of zo. Oh. Yo, hij is gedodged. Wow, zag je die ladder? En dan is hij nu down. Yes. Ik heb die gecounterd. En bam. En dan moet hij wel eventjes down zijn. Hier. Oh, volgens mij heeft hij een blessure aan zijn hoofd. Maar dat weet ik niet zeker. Oh. Hij heeft mij down gehaald. Nee, niet weer deze move. Het past ook zo goed bij zijn karakter, die move. Oh, crap. We liepen tegen elkaar aan. Hier, deze. Bam, heerlijk. Dan doen we even een heavy grab. Oh, die heeft hij gecounterd. Wat gaat hij doen? Oh. Even die finisher. Hier, pull die finisher. Als die hem weer blokt, hè? Nee. Oh ja, hij stunt. Pak die ladder. Cena, pak die ladder. Zet hem op. Ik vind het zo moeilijk met 1v1 om hier tegen te winnen. Want ik heb me echt ingemaakt. Oké, hij is er al bijna uit zijn stun. Ja hoor, we gaan voor het koffertje. Kermit komt omhoog. Nee. Ja,
Oh my god. Ja hoor, ja hoor. Ja hoor, ja hoor, ja hoor, ja hoor. Zag je dat? Hij stunt, hij stunt. Ja, 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 ja. Ik ga winnen, mensen. Kermit is down. Ja! We got him! Het spijt me niet, Kano Avocado, maar je zit in WWE. Wat je kan doen, dat doen ze ook in het echt, is je kan onder de arena, kan jij wapens pakken. Of tenminste een stoel, een stok, een tafel. Here we go. Homer Simpson met Nicano Avocado. Shee! Here we go. Die scheids is denk ik zo bang dat er zulke grote gasten zijn. Hoppa! Oh, Nicano Avocado geeft even Patrick een kopstoot. Hier, ik grab hem. En, oh, oh, check dit. Check dit. Ik hou een beetje bij zijn kont vast. Nicano Avocado going strong. Yo, hier, ik ga op de touwen springen. Oh, nee, crap. Crap, hij gooit me er vanaf. Nicano Avocado, je bent zo sloom om op die touwen te springen. Oh, crap, 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 crap. Kijk hem spartelen. Gaat het trouwens goed? Oh, nee, Homer Simpson wordt ook in elkaar geslagen. Ik zei toch, Peter Griffin is zo goed. Ja, hoor. Nog een keer, Irish Rip the Whip doen we. Hoppa, ik til hem op. Let's go. Let's go. Ja hoor, hij stunt. Hij stunt. Check dit. Yes, en Peter Griffin gaat ook dood. Oh crap. Yes. Deze hebben we gedodged. Oh, zo clean. Wat een dirty spin. Dirty spin, wat is dat nou weer? Wat ben ik nou weer aan het doen? Kijk dit. Ik heb echt geen idee wat ik aan het doen ben. Ja, ik ga naar de buitenkant. Hier, ik ga hem ervan afslaan. Ik ga hem uit de arena slaan. Let's go. Het voelt zo slecht om met deze zware mensen te spelen. Ik ben meer van die lichte, vliegende mensen. Wat ben je aan het doen, Nicano Avocado? Dit ziet er heel ongemakkelijk uit. Ik ben... Oh my god. Yo, en check dit. Let's flipping go. Wat pakken we? We pakken een stoel. Ik heb een stoel gepakt. Patrick komt. Nee, shit. Hij heeft hem uit mijn handen geslagen. Hoppa. Pak die stoel. Nee, nee, nee. Het valt helemaal uit elkaar. Het valt helemaal uit elkaar. Nee. Hij pakt nu die stoel. Ja, pak hem. Sla hem op de grond. Sla hem op de grond. Ja hoor, breek zijn nek. Pak de stoel. Boom. Boom. Dit is ook zo'n ongemakkelijke camera angle. Want we zijn zeg maar beide aan de andere kant van de arena. Kom op. Oh nee, hij heeft me locked. Hij heeft me locked. Ik ga wegrennen. Doei. Yo, ik ga even die stok pakken. Nee, shit, dat ging fout. Het ging fout. Nee, nee. Ik wilde zo'n wapen gebruiken, maar het gaat fout. Oh, auw, dat is pijnlijk. Even goed kijken. Even kijken. Gaat hij de ring inspringen? Jazeker. Ja, hoppa. Let's go. Pak die Irish Whip. Kijk, Nicano Avocado. Hij is zo dik. Hier. Oh, hij heeft hem geblokt. Wat een man. Wat een man. Ik heb hem geblokt. Hier, dan gaan we nu voor die Irish Whip. Let's go. Nog een keer pakken. Ik wil hem eventjes een keer in zo'n turnbuckle. Ja, let's go. En ik lift hem omhoog. Oh, nee. Nee, hij heeft me gedodged. Nee, kom op. Au, au, dit is heel pijnlijk. Dit is heel pijnlijk. Ja, die heb ik gedodged. Check dit, check dit. Crap. Peter Griffin is aan het winnen. Ik moet hem even helpen. Ik moet hem even helpen. Crap, hij maakt mij in. Let's go. Oh, jou hoor. Jou hoor. Oké, ja. Now he's going down. Hier, pak die sledgehammer. Nee. Hier, oh. Jou hoor. He's going down. Ja, ik heb hem gegrabbed. Hier, even die charge finisher. Oh nee, ik heb daar spijt van, want hij gaat die waarschijnlijk counteren. Ja, ja. Dat is hem. Dat is hem. Check dit. Ah, dat is heel ongemakkelijk. Hij is keihard stunt. Ik ga even snel een wapentje pakken. Bam! Op zijn poot! Ja, oh, check dit. We hebben gewonnen! Homer Simpson heeft Peter Griffin gewoon verslagen met een, ik weet niet hoe dat noemt, maar submission. Het is als hij na 3 seconden niet uit die positie kan komen, dan heeft hij verloren. Yo, we won! Let's go, my homie Homer Simpson. Hij heeft dat best wel gecarried. Here we go, 6969. Let's go! Oh, ik sprong mis. Dat is niet een heel goed begin. Oh, oh, zag je dat? Zag je dat? Hier, ik hou echt van deze gast. Oh, wat doe je nou? 6-9? Wat doe je nou? Oh, pff, dat zag je niet. Dat zagen jullie niet.
Oh, 6ix9ine. 6ix9ine wordt in elkaar geslagen. Ja hoor, 6ix9ine wordt in elkaar geslagen. Wie als we even zo doen? Ja, check dit. En hier, 3, 2, 1, ja, boom! En dat doen we zo. Ja, jeet en woep! Mensen vinden het tot nu toe een 1-ster gevecht, omdat ik hem zo hard aan het inmaken ben. Oh, maar dat gaat veranderen. En dan doen we even een Irish Whip. Hoppa. Zag je dat? Dat was een soort rare knuffel. Dat was een soort vage knuffel. Oh, oep. Even tollen. Oh, ik hou van deze gast. Deze gast speelt zo nice. Oh, dat was mijn stuitje. Sta op, oude zak. Ik probeer op deze turnbuckle te komen. Ja, check dit. En ja, jeet. Oh, die had die keihard gedodged. Dat zag er zo lullig uit. Waarom gaat hij nu al voor de money back? Wow, je bent dik hard aan het verliezen. Ik ben je in je kont aan het slaan. Wat probeer je? Oh, die had hij heel erg gedodged. Wat ben je aan het doen? Oh, hij maakt me wel in nu. Hier, oh. Feels bad, bro. Feels bad. Oké, hier. En ik ga nu even reachen, yo. Ik kan nu easy winnen. Kom op, 6ix9ine. Uit mijn ervaring is 6ix9ine ook echt een hele slechte character om te spelen. Hij is echt heel erg slecht. Hij is gewoon niet echt voor deze sport gemaakt. Hij is er gewoon niet voor gemaakt. Ik zie jullie bij de volgende video. Later.